Heer, ik spreek met u omdat ik niemand anders heb. Ik wil u vragen om mij te beschermen, Heer, om naar mij uit te kijken en u klaar te maken voor mijn komst. Moest mijn broer hier zijn, die zou met me lachen. Hij zou grappen uithalen, hij zou streken uithalen, maar hij zou wel blijven lachen. We zouden dan samen op de bus wachten. Samen onze foto's bekijken. Een film bekijken. Ik praat nog elke dag met hem. Ik roep zijn naam en ik wacht zelfs niet op een antwoord. Ik ga er gewoon door, zoals hij dat altijd deed. Ik hoef ook geen antwoord van hem te krijgen. Ik wil gewoon dat hij luistert. Waarom gooi je onze foto's weg? Ik heb ze getrokken. Ik doe ermee wat ik wil. Nee, ik heb ze getrokken. Red me, Heer. Red me. Help me. Sta me bij. Dit is niet echt, hè? Hoezo? Als je straks wakker wordt, ben ik toch verdwenen. Ik besta niet meer, toch? Wat bedoel je daarmee? Oh, en voor ik het vergeet. Doe de groetjes aan onze moeder. Amen.